Hartelijk welkom in de zaal van Huis van Gein. Dit was de belangrijkste zaal van het huis voor de officiële ontvangsten en partijen van de familie. En hier gebeurde eigenlijk het belangrijkste in huis. Totdat de Van Geins hier gingen wonen, werd de zaal door de voormalige bewoners van het huis voor dit soort gelegenheden gebruikt. De ruimte bestaat al sinds de bouw in 1729. De wandtapijten werden een jaar later opgehangen. De ruimte is ingericht in 18e-eeuwse stijl, met de meubels langs de rand. Die werden pas gepakt als ze nodig waren. De zaal fungeerde echt als het visitekaartje van het huis. Het was gemaakt om de bezoeker te imponeren. Het is wel te zien aan het verguldsel en aan de wandtapijten natuurlijk. Wandtapijten waren in der tijd een van de kostbaarste interieurafwerkingen die te verkrijgen waren. Maar ook het verguldsel op het houtwerk, de spiegels en de decoratieve schilderingen moeten een enorme indruk hebben gemaakt op de bezoekers. In 1886 liet Simon van Gein een grote verbouwing uitvoeren. Daarbij koos hij voor een andere, eveneens imposante, maar meer eigentijdse ruimte om zijn gasten te ontvangen. Dit is de salon van de familie van Gein. Gebouwd in 1886 tijdens de grote verbouwing door Constantijn Muysken, architect. En hier werden de officiële ontvangsten gedaan. En hier dronk je een glaasje wijn voordat je hier ging dineren. En als je goed rondkijkt, dan snap je wel dat dit een hele mooie ontvangstruimte is met al dat rood en goud. De tapijtenzaal bleef overigens onaangetast bij de verbouwing. Bij de Van Geins had de zaal een wat andere functie dan oorspronkelijk. Geen formele ontvangstruimte om de bezoekers te imponeren, maar om de dagelijkse visite te ontvangen voor bijvoorbeeld een kopje thee. Op de foto's uit 1902 en 1908 is ook duidelijk te zien dat het anders was ingericht. Van Gein had voor de zaal een uitgebreid ameublement aangeschaft, waaronder enkele stoelen, verschillende tafels, een piedestal en een buffet, die overigens niet in de smaak viel bij een van de dienstmeisjes. Ze noemde het een smerig, lelijk ding met dat groen en goud. Als er geen bezoek was of alleen naast de familie of heel goede vrienden waren, dan verbleef de Van Geins in een andere ruimte. Dit is de huiskamer van Simon van Gein. Het ligt het meest diep in het huis, dus het is ook het meest privé. Hier werden alleen maar de intimi, dus echt intieme vrienden ontvangen voor een avondje muziek of voor een boek of een potje schaak. Hoewel de functie van de verschillende ruimte binnen het huis kon veranderen, evenals de inrichting, is het karakter van de tapijtenzaal altijd hetzelfde gebleven. Alleen in de oorlogsjaren verdwenen de wandkleden van de muur. Dit ter bescherming tegen eventuele bombardementen. Gelukkig is het huis gespaard gebleven en zullen de wandtapijten nog vele gasten en bezoekers van Huis van Gein verwelkomen.